Kijk eens, Bert. Ik heb een banaan. Wat heb jij voor lekkers bij je? Oh, even kijken. Sinaasappel. Een sinaasappel? Maar dat is geweldig, Bert. Oh ja? Ja, want nu kunnen mijn bananen jouw sinaasappelvriendjes worden. Vriendjes? Ernie, waar heb je het over? Een banaan en een sinaasappel kunnen geen vriendjes zijn. Oh. Hey, waarom niet, Bert? Omdat ze er verschillend uitzien? Huh? Nee, omdat het fruit is, Ernie. Want weet je, ze zien er wel anders uit, maar daarom kunnen ze nog wel vriendjes zijn, Bert. Nee, het is maar fruit en daarom kunnen ze geen vriendjes zijn. Neem ons nou bijvoorbeeld. Zie je, jij en ik zien er anders uit, maar toch zijn we vrienden. Ja, dat weet ik wel, ja, Ernie. Ja, ik bedoel, maar... jouw hoofd is lang en geel, zoals deze banaan hier. En mijn hoofd is meer rond en oranje, zoals jouw sinaasappel daar. Weet je wel? Maar toch zijn we vrienden, hè, Bert? Ja. Tuurlijk zijn we dat, Ernie. Ook al zijn we verschillend, we zijn ook hetzelfde. In sommige dingen. Jawel, maar de banaan en de sinaasappel zijn toch ook een beetje hetzelfde, Bert? Ja, je kan zeggen ze zijn allebei fruit. En ze zijn allebei lekker. Ja, en ze groeien allebei aan bomen. Wist je dat? En ze hebben allebei een schil. Weet je, Ernie, je hebt gelijk. Mijn sinaasappel en jouw banaan zijn hetzelfde en verschillend, net als wij. Ja, je zou dus best kunnen zeggen dat... Ernie, eet je je banaan op? Ik kreeg ineens trek, Bert. Maar je wou toch dat hij vriendjes werd met mijn sinaasappel? Rustig, Bert. Het is maar fruit. Ik wist het.